bij aankomen. Maar ik zie een prachtige regenboog. En waar komt die regenboog dan vandaan? Nou, dat kan niet anders zijn dan dat een regenboog is van K3. Nee, regenboog van K3. Maar toch staat er wat anders op de jurk. Ben jij van K3? Ja, of ben je van P4? Ja, P4, dat is nog mooier als K3. Nog mooier. En dan kunnen we met een bak ook nog eens een keer achter onze oren krabben, denk ik. En dan CV de Batte Biertjes. En gelukkig zit ze erbij, want ze moest al straks bij de EHBO naar de voetje gekeken worden. Maar ze kan lakken. Hartstikke goed, ze is er gelukkig bij. En dan de Kwiebissen. Ook al een nieuwe generatie, kunnen we maar zeggen. En dat belooft wat, want jullie hebben ook wat in het verleden gedaan. En als jullie datzelfde doen als de papa's en de mama's, dan belooft ook weer wat in Boemelong. En dan ons viertjes, ze zijn al met z'n tweeën. De andere twee die hebben gezegd van, wij zijn een beetje te moe. We gaan alvast naar huis en misschien dan wel naar bed. Wie zal dat zeggen? Ik ga jullie niet langer in spanning houden, want op de 50e plaats, en dan moet je trots op zijn in Boemelong, is geëindigd. Ja, en terwijl deze clubjes hun hond gaan langs, de Raad van Elf, de Hofdames en de Prins voltooien, zing ik u allereerst een hartelijk welkom namens mij. We hebben vandaag een fantastische optocht gehad en dat is alleen maar mogelijk gemaakt door al die mensen hier in de zaal, door al die deelnemers en deelnemers.